Op Radio Gelderland is dit Zin in Zondag. We zijn er elke zondagmorgen behoorlijk vroeg. Van 7 tot 10. Met vooral veel licht klassieke muziek. We besteden aandacht aan onze Gelderse natuur. Ook aan ons geestelijk leven. U kunt een kaarsje voor iemand branden. En elke zondagmorgen schuiven in dit uur tussen 9 en 10 altijd gasten aan. Uh, van jong tot oud, uh, nu jong kan ik wel zeggen. Goedemorgen, Amira. Goedemorgen. Leuk dat je er weer bent. Ja, heel leuk. Uh, je woont in Afrika, Zuid-Afrika. Ja. Bent geboren in Nijmegen. Ja. <laughs> en af en toe te gast weer in Nederland. Ja. ja hoe gaat het? Het gaat echt heel erg goed. Ik heb lekker een beetje getent in Zuid-Afrika. Dus ja, alles is heel goed. Ja. Ja. Ik kan me nog herinneren, we spraken elkaar een klein jaar geleden. Begin van het, volgens mij maart, april. En toen zei je, ik mis mijn vader en ik mis, uh, wat was het, de katten of zo? Uh, en ook uh, groen gras Oh de kastelen. Oh, ja, ja, ja. <laughs> ja. Mis je dat nog steeds? Um, ja, ik heb soms wel heimwee aan Nederland. Want Nederland is ook gewoon een heel mooi land. Maar ik denk wel, Zuid-Afrika past wel beter bij mij. Uh, ik denk, misschien zit het in mijn genen of zo. Maar als ik Zuid-Afrika zie, ben ik toch wel helemaal verliefd op Zuid-Afrika. Ja. En wat maakt het dan zo speciaal voor jou? Um, nou, ook de natuur en de dierenverscheidenheid is heel groot. Het eten en eigenlijk wel de meerderheid van mijn familie is wel in Zuid-Afrika. Um, dus het is wel leuk om hun wat vaker te kunnen zien. En. Ja, het is gewoon als je naar Zuid-Afrika kijkt en naar het huis waar we nu in wonen daar, dan ben ik helemaal verliefd. En Nederland is ook een mooi land, maar ik denk een warme tropische klimaat past wat beter bij ons. Ja, het is een beetje fris nu hè vandaag. Een ja. beetje fris, ja. <laughs> ik kan me er ook nog herinneren dat jullie een tijdje in een bed and breakfast hebben gewoond. Ja, dat is waar. Ja, um, maar dat is voorbij. Dat is wel voorbij, ja. ja. Waar woon je nu? Uh, we wonen nu in Potjevstroom. Hm. Um, en we hebben een heel mooi huis. We hebben hem wit en blauw geverfd, zoals een Grieks huis in Santorini. Dus we voelen ons daar helemaal thuis. Ja. Hoe was het afgelopen jaar voor jou om daar te zijn? Nou, het eerste jaar was wel hectisch met um, de woonverblijf en de visums en zo en de paspoorten. Um, maar het gaat wel goed op school en we worden daar gewoon geaccepteerd. Um, dus alles gaat goed. We hebben vrienden en onze familie is daar om ons te steunen. Dus, dus het gaat eigenlijk heel goed. Ja, ik kreeg heel veel vragen binnen. Oh, Van luisteraars <laughs> en van vervolgers. Um, ja, we moeten er even sowieso een aantal bij pakken. Je hebt een uh, filmpje geplaatst op Facebook. waarbij je iedereen uh, van harte geluk gewenst hebt. En dat deed ook jouw moeder en jouw broer. En velen. <laughs> um, uh, uh, een aantal mensen schreven het volgende. Uh, Bert schreef onder andere, uh, he, onder andere dat je hier te gast bent. Uh, ik ben er klaar voor, ik ga luisteren. Uh, Wil, die zei ook oh, wat leuk. op mijn verjaardag te gast in Zin uh, in Zondag. Uh, Nico Huizinga, die schreef: Laat Amira maar schuiven. Die komt er wel. Ik ben er klaar voor aanstaande zondag. Uh, ik kreeg net nog een mailtje uit Amerika van Jimmy Fudge. Hij luisterde naar ons. Hello, good morning. Oh, wow, good ja, morning. Zullen nou, <laughs> we iets zeggen tegen Jimmy? Um, good morning. Ja. Nou, dat is al mooi. And thank you for the beautiful Christmas card you sent. You know, the card that you flip open and then. These beautiful things appear. It's very nice, thank you. Je kreeg een speciale kaart van hem? Ja, ik krijg met kerst heel veel, meestal, nou eigenlijk altijd, wel een kerstkaart van hem. En als je hem zo openvouwt, is het zo 3D. Oh, wat leuk. Dat is heel leuk, ja. Een bijzonder, bijzonder cadeautje dus, eigenlijk. Ja, ja, ja. heel erg bijzonder. Ik, ik heb ook een cadeautje voor je. Heb je één moment? Oké. Okay. Misschien kun je een stukje zingen ondertussen? Uh... Nee, nee, nee. nee, nee. Uh... Uh... Zo, zo. Zou je hem even... Nou, yeah. Oh, dankjewel. Wauw. Um, Moet ik het open doen? Ja, zo is het een beetje saai. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, doe maar. Oké. Okay. Vertel even: je hebt een doosje van mij gekregen? Oké, okay, ik heb een doosje gekregen met. Ik denk dat als je dit aansteekt, dan geeft het heel veel vuur. En uh, <laughs> het is opening. De kerstbal van Onroep Gelderland, dat is leuk. En een Omroep Gelderland pen. Met die pen kun je iets opschrijven. Natuurlijk. Ja. ja. En die bal, ja. Hang je in de kerstboom. Ja. Daar komen we straks op terug. Oké. Okay. Het is Ave Maria, gezongen door. Maar misschien moet je eigenlijk zelf helemaal afkondigen. Dan zit ik het te doen: um, Ave Maria van Bach, gezongen door. Nee. Ja. Ja, ja, hoe lang is het geleden dat je dit zong? Um, nou, ik denk dat dit was toen ik zo tien jaar was, want toen was de eerste CD opgenomen waar dit liedje op staat. Dus ja. ik denk ja, rond die tijd. Ja, menigeen vroeg ook of je dit uh, nog weer opnieuw gaat opnemen, onder andere Woud van Dam. Gaat dit nog op CD zetten een keertje weer? Um, ik weet het niet. Het is ook wel leuk om nieuwe liedjes te zingen. Ja, maar dit is wel een klassieker, hoor. Dit vindt men prachtig. Ja, ik zing het eigenlijk nog wel best wel vaak bij concerten. Ja. Ja. Ik kreeg, zoals gezegd, vragen binnen. Allerlei vragen. Onder andere ook hoe het gaat met je kleine hond. Vicky. Ah, nou, Vicky. Vicky heeft ondertussen zes baby's gekregen. Oh. Um, en drie van die baby's hebben we weggegeven. Maar nu hebben we vier dansende honden. Dus dat is wel Hoorlijk. druk. En wie verzorgt ze? Um, nou, ik en Vincent en mijn moeder. Maar eigenlijk vooral... Vincent ook heel erg. Vincent, kom je even ietsje. haal uh, die microfoon maar oh. een beetje dichterbij. Zo, so, ja, ja. ja, Hondenliefhebber of uh, mo moet je? Um, nou ja. Um, eerst we waren we nog niet heel gek op honden. Maar toen we uh, al die honden hadden, toen waren we er wel dol op. Ja. Uh, uh, hoeveel? Wat zijn nou zes in totaal? Um, nou, Vicky had zes um, gekregen. Kleintjes, maar we hebben er drie gehouden en de andere drie weggegeven. Ja. Jullie zitten beide hè, nu met, met je moeder, met z'n allen, in uh, Zuid-Afrika. Hoe bevalt het jou daar? Um, nou, hetzelfde een beetje als Admira en, um, en iedereen. Dat um, we eigenlijk gewoon um, verliefd zijn op Zuid-Afrika en op het landschap. en um, Ja, wij, wij voelen ons meer thuis daar. Ja. ja. Ik hoop hier ook een beetje, toch? Ja, hier ook wel. Maar op een manier past het beter bij ons uit Afrika. Ja. Vorige keer hebben we het gehad over school. Uh, gaat het goed op school? Jullie moesten uniform aan, hè? natuurlijk. Ja. 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 Er werd veel gesproken, weet ik nog, over discipline. Ja, gaat dat allemaal goed een beetje? bevalt het? Uh, ja, ja. Dat bevalt wel. Ik, op een manier is het eigenlijk wel goed, die discipline, dat de kinderen gewoon zich gedragen in de les. Want hier eigenlijk. Ja, hier gedragen de kinderen zich niet goed. Het is heel lawaaiig en zo. Daar is iedereen stil. Ja. Uh, hoe zit het met vriendjes en vriendinnetjes, Amira? Um, nou, ik zit nu in een hele leuke vriendengroep. is um, dus wel ja, heel heb gezellig. Hebben heb we het over een appgroep of gewoon lekker? Nee, gewoon. In ja, ja. levende lijf. Ja, ja, dat bedoel ik. Um, ja. Maar ik mis wel mijn vrienden in Nederland. Soms wel. Maar ik heb gisteren nog mijn vriendin Anouk gezien. Dus eigenlijk alles gaat heel goed. Wie is Anouk? Anouk is mijn beste vriendin van Nederland. En die ken je al? Um, Na nou, drie jaar, drie en een half. Ja. Ja. En die mis je een beetje. Ja, wel een beetje. <laughs> ja. Veel vriendjes en vriendinnetjes inmiddels. Ja. Of een leuke groep, jij ook, Vincent? Ja. 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 <laughs> wat, wat doen jullie zoal samen? Uh... Nou, we hebben zo'n soort kantine ook bij ons op de school. We noemen het de Snoopy. En daar kun je heel veel lekkere broodjes en zo halen. En daar halen we heel veel snoepjes. En dan gaan we zo liggen op het gras en dan proberen we het in elkaars monden te gooien. Ja. Oh. Dat lukt meestal. Ja. En, en als het mislukt. Als het mislukt dan ligt het op het gras. Ja. En dan. En dan trapt u iemand op. Ja. En dan houdt het op. En misschien ontbindt het dan in het gras. Maar dat, denk dat ik. weet ik niet. Dat ik denk, denk ik. het Ja. We praten straks verder. Onder andere ook over de stichting Gelukskinders. Oké. Okay. Via Radio Gelderland luistert u naar Zin in Zondag. Elke zondagmorgen zijn we er vroeg met vooral veel muziek. En in dit uur altijd een gast. Of, ja, meerdere gasten zelfs vanmorgen. Ze is een gezellige boel met Amira te gast samen met haar broer. En ook, eh, het eigenlijk voltallige bestuur eigenlijk, van de Stichting Gelukskinders. Mark van den Hout, penningmeester. Sharda Kauri. Zeg ik het goed zo, Sharda? Ja. Dank, voorzitter. En moeder Frida natuurlijk. Waar zouden we zijn zonder moeder Frida? <laughs> ja. De stichting, wanneer is die opgericht ongeveer? Wie weet dat? Vijf, vier jaar geleden. Ja. Want in november van dit jaar vieren we vijf jaar. En wat was de bedoeling? Wat wilden jullie graag met de stichting? Uh, zoveel mogelijk uh, zorgen dat kinderen kinder op school ook een leuke school hebben. En dat ze er graag naartoe gaan. En daarmee is de oprichting van speeltuintjes is een heel goed middel daartoe. Dat hebben we al verschillende keren gezien, want er zijn er nu zes klaar ondertussen. En we gaan dit jaar ook een, een versnelling hoger schakelen. Want het was in het verleden altijd dat we één speeltuin per jaar konden maken. Maar dit jaar kunnen we er dus vier in één keer klaarmaken. En op het einde van het jaar heeft Amira in al haar speeltuintjes spelen dan 10.000 kindjes. En die gezichtjes van die kinderen, dat is heerlijk om te zien. Dat is een mijlpaal, dus, hè? tienduizend kinderen. Ja, dat moet. En ge... toch tien speeltuinen dan. Ja, dat moet gevierd worden dan. Ja, dan hebben we een groot feest. Eschada. Ja, dan hebben we zeker een heel groot feest. En dat wordt uh, gevierd in uh, de Vijfjarig Bestaan in Turnhout. Met een vendag en uh, twee concerten. Die worden gegeven dan op uh, 30 november en 1 december. Dit jaar. Oh, wat leuk. Ja, ja. heel leuk. Um, hoe gaat dat in zijn werk? Uh, Frida, kom even ook ietsje dichterbij. Je bent ook vanaf het begin betrokken he, bij, de, bij de stichting. Ja. Ja. <laughs> <laughs> hoe gaat dat in zijn werk? Uh, jullie organiseren concerten en dan gaat een deel van uh, concerten gaat naar de stichting? Of uh, hoe werkt het? Um, nou, eigenlijk is het zo dat. Uh, um, die stichting heeft meerdere inkomen. Ik zou zeggen, op dit moment, maar ik moet wel even meeluisteren... is de grootste inkomsten donaties van um, donateurfans... Uh, die regelmatig iedere maand geld overmaken voor de stichting. Um, en die, zeg maar, er zijn sommige mensen... die zelfs een hele speeltuin hebben gegeven en een appie. Een um, of uh, die een gedeelte van de speeltuin al uh, zelf kunnen betalen. Wat, wat oudere mensen die heel graag iets goeds zullen doen... met uh, spaargeld of zo, denk ik. Dus um, dat is wel heel goed. En dat is ook wel een fanshop um, van fijne artikelen, dat loopt ook heel erg goed. En dat is ook heel veel trouwe mensen over He, de wereld dus die kopen. mensen kopen een cd of een t-shirtje ja. en een gedeelte daarvan gaat naar de stichting? Uh, niet alles gaat naar de stichting. Okay. So okay. Dus het is echt een stichting die, die geen overheid heeft. Dus echt okay. alles gaat naar de stichting. En Amira die doet dan, ze dan wat concerten, wat dan speciaal ook dan in voor de stichting is aankomen. Ja. Uh, Sjarda, even heel praktisch, hoe gaat dat dan? Want uh, ja, jullie hebben geen speeltuin, bij jullie in de achtertuin liggen. Uh, hoe, hoe wordt dat georganiseerd? Nou, dat wordt uh, georganiseerd door uh, vrijwilligers natuurlijk. Van hieruit wordt uh, dan alles een beetje gecoacht. En Mark uh, is dan ook in Zuid-Afrika om daar te regelen. Nu is Frida zelf ook daar. Dus mensen worden daar ook te werk gesteld om het schoon te maken. En. Uh, er wordt dan van daaruit veel geregeld. En zowel van hier als van daaruit ja. wordt het geregeld. Mark is volgens mij een beetje stille kracht achter de alle speeltuintjes. Frida knikt. Ja, Mark. Zo die... zijn er meer, hè? Jij natuurlijk ja, uh, ook. Ja. Maar je, je komt er ook vaak, begrijp ik, Mark. Ja, uh, ja ik zeg je, maar ik moet ja, eigenlijk u zeggen maand... he, tegen u. Ja, ja. ja, maandag vertrek ik samen met de familie naar kinderen voor drie maanden. Want speelt speeltuin hier, van hieruit, met mails organiseren, dat gaat misschien. Maar eigenlijk voor alle praktische afspraken, kinderen te kunnen rondkrijgen. Afrika, dat hebben toch, die hebben mensen dat hebben toch graag dat ze iemand zien. Want anders komt dat niet rond. Dat is een heel ander continent. En, uh, maar nu, zeker nu we er vier gaan maken, uh, dat is een beetje rondrijden en contracten afsluiten. En met mensen spreken en... Uh, ja, met schoolhoofden. En ja. ook met de municipaliteit is dat, de gemeente eigenlijk. En ook het uh, departement van onderwijs. Er moeten overal afspraken ja, gemaakt ja, worden. Ja. Mooi dat u erbij bent, gewoon ter plekke, toch? Ja, dat is ter ja. plekke. Ja, ik voel mij daar ook al een beetje thuis. Dus. Ja. ja, dus er wordt ook gekeken naar uh, plaatsen waar, waar uh, nog meer speeltuinen kunnen komen. En uh, er wordt ter plekken gesproken en gekeken van nou. Wordt er een grote speeltuin gedaan of een kleinere speeltuin? Ja, ja. En er komt ook nog een speeltuin waar kinderen met een beperking uh, ook mee kunnen spelen. Jullie zijn volop in beweging met stichting Gelukskinders. Hou ons op de hoogte, maar dat gebeurt hopelijk wel toch. Ja, zeker. En we praten straks verder met Amira. Een paar maanden geleden was hier op Radio Gelderland de Gelderse Top 100 te horen en te zien, ook trouwens. Met daarin liedjes van artiesten, woonachtig of geboren in Gelderland. Amira is geboren in Gelderland, in Nijmegen. Dus stond ze in die Gelderse Top 100. En wel op nummer 28 met dit lied, Follow Your Heart. Wist je dat? Nee, dat weet ik nu. Dat weet je nu, ja. Dat was een uh, hoge notering, kan ik je verzekeren. In zo'n top 100, op nummer 28, goed gedaan. Oh, oké. Okay. Je zong het samen met uh, Rouan, ja, in Afrika zeggen ze... Du du toi. toi. Het is Dutoit, denk ik, zoiets. Mm. Rouen. Ja. Wij mogen Rouan zeggen. Ja, oké. Okay. Um, je hebt ook met Ildivo gezongen. Ja, dat was echt heel leuk, ja. Voor wie Ildivo niet kennen... Nee, Uldivo is gewoon een groep van um, vier mannen. Wat eigenlijk vooral opera zingen, maar ook gewoon crossover. Eigenlijk ook de genre die ik zing. Um, en het zijn hele aardige mensen. Ze zingen heel, hele mooie harmonieën. En ik heb ook nog met ze kunnen praten en een foto genomen. Dus ja, het was echt geweldig. Komen uit Amerika? Um, nou, Eén komt er uit Zwitserland, toch? En één komt uit, wel uit Spanje, toch? En één komt wel uit Amerika. Ja. En één uit Frankrijk. Ja, dat was fantastisch om te doen. Was heel leuk, ja. <laughs> ik kreeg een vraag van iemand. Ik ben de naam even kwijt. Uh, of je oude optredens van jouzelf nog wel eens terugkijkt? Um, ja, soms kijk ik wel uh, video's van toen ik klein was. En mijn auditie. Het is wel heel grappig om te zien. Uh, ik, ik heb dan gezien dat ik zei... Pru publiek uh, bij 100 School Talent. Dus, ja, het is wel heel grappig om te zien. Beetje zenuwachtig. Ja. Ik was niet zenuwachtig, maar, maar ik struikelde over mijn tong. Oh, ja. Ja. <laughs> ja met zingen gaat dat een stuk beter. Met jou, ja. Toch? Ja. Heb je, heb, heb je dan zenuwen? Nee, eigenlijk niet. Uh, hoe groter het publiek, hoe beter. Echt? Ja. Wat gebeurt er dan met jou? Um, nou, gewoon zoals bijvoorbeeld in een atletiekwedstrijd of hockeywedstrijd... heb je gewoon zo'n soort adrenaline. Dan, omdat zingen mijn passie is, is het nooit echt een moeite om te doen. Het is altijd leuk. Ja. Even kijken Bas van Zijst, stuurde mij een mailtje met de vraag: komen er nog nieuwe opera liedjes aan? Uh, ja, er zijn. Ik heb al ideeën van liedjes wat ik kan zingen uh, bij nieuwe concerten, maar het is altijd leuk als dat een verrassing blijft. Ja, dus dat blijft het ook. Ja. <laughs> ik kreeg heel veel goede wensen binnen van Pet, van Etty, van Charles, van André, van Daniel, van Umberto en vele, vele anderen. Je hebt veel fans, hè? Ja, Toch? Ja, heel veel trouwe fans ja. um, uit de hele wereld die bij bijna elk concert komen. En ik uh, ben echt heel erg blij dat ik zulke fans heb. Echt heel blij. We begonnen dit gesprek met een uh, cadeautje voor jou. Ja, kunnen we nog even vertellen wat erin zat voor de meeste mensen die het niet zien? Um, een Gelderland kerstbal en een Gelderland pen. Ja. Je hebt een kleine wens, weet ik. Uh, we hebben het er al een beetje over gehad. Uh, over optredens en zo. Um, met die pen moet je dus iets... Uh, nou, je moet niks, maar je zou je iets in je agenda van dit jaar kunnen noteren. Um, en met die bal... Nou, weet je, hier heb je een envelop. Lees maar <laughs> Open er maar en lees maar eventjes. Oké. Okay. Amira, hierbij jouw toegangsbewijs... voor het grote Omroep Gelderland Radio en TV Kerstconcert 2019. Daan Hartgers. Yay! We gaan weer een kerstconcert organiseren, dit jaar. En ik zou het heel erg leuk vinden dat jij ook meedoet. Dat zou ik ook heel leuk vinden. En nu weet ik ook dat jouw grote wens het Gelders Orkest een beetje is. Ja, eigenlijk wel. Ik heb hen heel vaak horen spelen, ook op YouTube. En ze spelen wel echt een heel goed, heel goed orkest. Ja. Wij gaan ons uiterste best doen om jullie beiden bij elkaar te krijgen. Wauw, dat klinkt heel goed. Nu moeten we nog een paar agenda's naast elkaar leggen. <lacht> <lacht> oh, dat zijn allemaal praktische kleine dingetjes, kleine puzzeltjes. We ja. hopen dat we daar uitkomen. <laughs> dus met deze ben je van harte welkom bij ons grote kerstconcert. Uh, en ja, nogmaals, ik hoop ook met het grote Geldesorkest. Wauw, dankjewel. Graag gedaan. Dank voor jullie komst, allemaal. Dankjewel. Amir, heb het goed in Afrika. En denk, denk af en toe een beetje aan ons druilerige Nederlandje. Nee, nee, het is echt. Nederland is ook een heel erg mooi land. Leuk, dankjewel. Oké. Okay. Dank voor je komst. Dankjewel.